Ik wil vanaf 1 keer die zijn steven verslaan. Al moet ik druppen op blote voeten gaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Ik wil nog 1 keer die zijn steven verslaan. Welkom bij een speciale vierdaagse aflevering van Almot de Kruppen. Vanaf deze toren praat ik met vierdaagse wandelaars. Wat maakt nou dat zij elk jaar per se die vierdaagse moeten lopen? Mijn gast van vandaag, Paul Eijghuizen. Welkom op de Sint-Steven. Ja, dank je. Ja. Hoe vaak ben je hier al boven geweest? Ik heb wel hoogtevrees als het een diep bord eet, Gerry. Dus eigenlijk nog nooit. Dat is niet jouw ding. Nee, is niet naar beneden kijken is niet jouw ding. Je hebt ook een soort van afstand. Ja, ik hou natuurlijk van afstand. Laat maar zitten ook. Ja, ik hoef niet zo nodig naar beneden te kijken. Nee. Toch niet, dat vind je niet jouw ding. Nee. Hey, 220 treders. Ja. Had je ze geteld? Ik heb ze niet geteld. Oké, nou goed. Dat is wel bijzonder, je bent Nijmegenaar. Mm-hmm. En je bent nog nooit boven geweest? Ik ben nog nooit boven geweest, nee. En hoogtevrees is niet aangeboren, dus als kind zijnde had dat eigenlijk een keer moeten gebeuren, toch? Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Mijn kinderen hebben er ook last van, dus ik weet niet of het niet aangeboren is of dat het erfelijk bepaald is. Ik weet het niet. Mijn vader had er ook last van. Oké. Ja. Nou, dat zal een reden hebben. Denk ik. Ja, geeft niks. Hey, Nijmegenaar van geboorte. Vanaf wanneer kreeg jij wat mee van de Vierdaagse? Vanaf mijn 10e. Ja, daarvoor natuurlijk wel langs de route gezeten, maar vanaf mijn 10e zijn mijn moeder en mijn broer gaan lopen. Mijn broer is de schuldige. Okay. Die wilde heel graag lopen. En het eerste jaar mocht ik nog niet, was ik te jong. Okay. Want de gezinssituatie was bij jullie? Vader, moeder, twee zoons. Vader, moeder, twee zoons. Ja. Okay. En jouw broer is ouder dus, die mocht dan eerder lopen? Ja. Ja. Okay. En toen dacht jij van, nou ja, dan moet ik dat ook maar als ik 12 ben of zo? Toen ik 11 was, ik ben 30 december jarig, dus het jaar dat je 12 wordt mag je lopen. Okay. En ik was 11. En mijn moeder en mijn broer hadden al een keer gelopen. En toen dacht ik van, nou, dat lijkt me wel leuk om ook een keer mee te doen. Okay. En toen niet meer gestopt. Niet meer gestopt? Nee. Want je loopt nu voor de? 35ste keer. 35ste keer. Wat is er nou zo speciaal? Ik ga zo nog andere dingen vragen, maar wat is er nou zo speciaal om dat elk jaar weer te doen? Ja, voor mezelf, het is gewoon een prestatie. Het is gewoon elk jaar weer gewoon aan mezelf even laten zien van, zie je wel, je kan het nog. Oké. Okay. Ja. Dat is het. En de lol onderweg. Is het veranderd de afgelopen jaren? Ja, het is vele malen veranderd. De routes zijn al die jaren echt omgelegd. Het is drukker geworden. Het is echt wel veranderd. Okay. Waar woon je? Welke buurt? Toen Aldenhof. Geboren in Aldenhof. Okay. Ja. Want daar kwam de Vierdaagse niet langs? Nee. Dus daar ging je kijken? Ja, we gingen kijken. Ja, Sint-Andersstraat, maar ook, ook langs de route. Ja. Eigenlijk kan ik me niet anders herinneren dan we gingen kijken. Daarna ging je naar de middelbare school? Ja. Dat was een andere tijd, denk ik, dan de lagere school. Ja. En toch bleef dat Vierdaagse gevoel? Ja, ik was twaalf toen ik naar de middelbare school ging. En toen liep ik gewoon nog de 30. En op een gegeven moment, vriendjes en op een gegeven moment ook met vrienden gaan lopen. Dan was op een gegeven moment gewoon een groepje. Liep je de 40. En dat was ook een automatisme. Okay. Dus het was een sportieve school? Nou ja, nee. Niet? Maar gewoon, het was gewoon leuk. Okay, ja. Maar er zijn jongens van 14, 15 die doen echt heel andere dingen dan die Vierdaagse lopen, toch? Ja, maar toen liepen er wel meer, hoor. Ja? Ja. Toen, heel lang geleden. toch? Hey, en je liefde, ben je ook met de Vierdaagse tegengekomen? Nee. Die ben ik gewoon hier in Nijmegen in het café Daan tegengekomen. Ja, gewoon, hier vlakbij. Ja. Oh, echt? Ja. En toen dacht je in ieder geval, ik moet met de Stevens te horen op? Nee. Heeft ze ook nooit gevraagd. Beetje. Nee. Heb je leuke anekdotes over die Vierdaagse? Wat is een moment waarvan jij zegt, nou, toen hebben we echt zo verschrikkelijk gelachen of toen ging het echt zo mis? Of... Elk jaar moet ik daaraan denken als ik bij Sint-Walrik zit. Dat ik hier 's morgens vroeg. Dan moet je voorstellen, de 50 is een afstand met alleen maar kerels. En... Kijk uit, hè. Vrouwen die... Heel veel kerels. Okay. Er zitten ook een paar vrouwen bij. Maar merendeel is kerel. Nou, dat is morgens vroeg, een uur of 6:30 zit je dan bij Sint-Walrik aan een kop tomatensoep.
Dus ik ben eigenlijk met z'n allen een beetje te slapen. En dat gewoon echt een man, twee koppen soep, twaalf soep in zijn hand, gewoon echt vol tegen de glazen pui aanloopt. In de veronderstelling dat hij open stond. Nou, dan gewoon echt een hele zaal volledig in een deuk. Gewoon echt, ja. En nog steeds als ik daar 's morgens zit om 5:30 en dan kijk ik naar die pui, moet ik gewoon lachen. Gewoon elke, gewoon, ja, de mensen zitten daar zo slaapdronken. Zit je daar zo, god, laatste dag. Oh, oh. En je zit gewoon te kijken en loopt de mond echt vol, dus vol tegen die pui aan. En dan is er ook geen enkele kerel die helpt of zo? Nee. Nee. Alleen maar lachen. Ja, ja. Alleen maar lachen. Ja. Lekker laten lopen. Lekker laten lopen. Ja, we lopen al genoeg. Ja, heel goed. Je hebt gelijk. Hey, wat is de zwaarste dag? Tweede dag. Tweede dag. Ja. Dat is omdat? Ja, omdat je de spierpijn van de eerste dag hebt. Het zijn heel veel lange rechte stukken. Veel dijk. Niet het meest gezellige dorp waar je doorheen komt. Probeer ik maar voorzichtig uit te drukken. Dat denk ik. Wiegen, Beuningen, ja, okay, Buurt. Ja. En het is 53 kilometer. En dat is toch wel, ja, gewoon net even. Het is toch maar 3 kilometer. Stukje voerweg op het eind, is ook altijd wel fijn. Ja, maakt het toch wel heel zwaar. Tweede dag vind ik de zwaarste. Okay. Maar als je Nijmegen binnenkomt bij de Waterquarter? Ja, Waterquarter is, Waterkwartier is geweldig. Ja. Ja, dat is echt één groot feest. Ja. Vanaf dat moment maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ja, hoewel. Een stukje voerweg. Het laatste stukje voerweg, ja, misschien. Ja. Maar ja, goed, dan ben je er ook echt zo, ja, bijna. Waterkwartier is gewoon hartstikke leuk. Dan kan het niet meer fout gaan, ja, toch? Maar het is een stuk van Wuurt naar het Waterkwartier is gewoon weer verschrikkelijk saai. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is echt helemaal niks. Ja. Maar ja, weet je, ik bedoel, het is zoveel leuker geworden de laatste jaren dan dat vroeger was natuurlijk. Vroeger was er niet zoveel entertainment te vermaken en dat soort dingen. Dan moest je gewoon buffelen, toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het altijd wel zo geweest. Wat ze nu wel doen, als je het ziet naar wat het parcours is gebeurd, is het parcours is wel meer verlegd dat je meer door dorpen heen komt. En dat is wel lekker. Voorheen was het, nou ja, de tweede dag, dat was vroeger echt een kriem. Dan liep je met bal, gooi je de dijk op. En dan liep je, en dan wist je dat je bij de watertoren Wiegen binnen moest komen. Nou, als je weet hoe ver de dijk is van bal gooien naar die watertoren. En je liep er nooit naartoe. De teringding zag je overal staan. Maar nooit recht voor je. Je liep er nooit naartoe. En dat was echt een echte rotend. Ja, ja. Hoe lang blijven we dit nog doen? En dat is nu een nieuwe medaille voor de 70 keren. Ja. Dat betekent dat je nog 35 jaar zou. Ik ben op de helft. Ja, je bent op de helft. Ja. Nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Het zou kunnen, theorie, ja. In de praktijk ook. Ja, het zou kunnen. Mijn kids lopen nou dit jaar voor het eerst. Dus als die het virus ook te pakken krijgen, dan misschien ga ik wel gewoon door. Ik weet het niet. Ik zie nog geen reden om te zeggen, ik doe het niet. Ja, ik sta altijd met verbazing te kijken naar de mensen die dat weer elk jaar weer gewoon, oh, ik heb er weer ingeschreven. En dan jolijt en we hebben weer een lol en we gaan weer gewoon. Ja. Ja, maar je mist alles. Je mist alles in de stad. Alle gezelligheid, alle sfeer, alle feesten. Ja. Ja, dat ja. Dat mis je toch? Ja, je hebt nog nooit een leuk feest meegemaakt in de stad. Dat is de leukste week van het jaar. Toen het afgelast was. Ja, ja, nou, dat was toch niet zo leuk. Nee, het was niet toen zo was leuk. De sfeer weg. Nee. Ja, en weet ik niet of ik dat mis. Mensen zeggen dat ik dat mis, maar ik heb heel veel gezelligheid onderweg. Voor mij is het één grote kroegentocht. Van 's morgens 3 tot 's middags 3. Ah, van 4. We starten om 4. Oké, okay, nou tot 's middags 4. Tot 6. 6. Ja. Maar dan moet je echt weer gewoon in een badje met voetenspul. En naar bed. En dan om 18 moet je toch weer naar bed. Ja. En dan begint het echt pas leuk te worden hier, hoor. Kan ik je uit ervaring mededelen. Ja, ja, maar ik vind het gewoon heel gezellig onderweg. Gewoon ontzettend leuk, ontzettend veel lol. Biertje drinken en met verbazing sta ik te luisteren. Ja, ja. Ja, je moet dat ook een keer. Ja, weet je, mensen, ja, ze zeggen je mist 's avonds heel veel. Maar ik zeg je mist ook overdag heel veel. Het is gewoon ook gewoon heel erg leuk. Maar het is ook afzien. Okay, ja. Dus jij zegt tegen mij, ik ben echt een Nijmegen. Nou, jij zegt tegen mij, als jij niet loopt, ben je echt een sukkel. Ja, als je dan loopt, moet ik de 50. Doe eens. Nee, maar serieus, moet elke Nijmegenaar die Vierdaagse meegelopen hebben? Van mij moet je niks. Je moet, je moet ademen. Ja, maak het een keer mee, de route, het parcours, het plezier onderweg. Ja. Dus als ik zeg, wat is de reden om er mee te lopen, dan zeg jij? De lol onderweg. En de uitdaging voor jezelf. Ik vind elk jaar weer, nou ja, voor mezelf een verschrikkelijk goede prestatie als ik op de Via Gladiola loop. Dan ben ik echt trots op mezelf. Ben je wel eens bijna uitgevallen? Ja. Ja. Vorig jaar nog. Oh, echt? Ja. Ja. Want? Ja, dan liep ik 3 dagen fantastisch en de laatste dag weer bij Sint-Walrik. Daar hangt de vloek op dat restaurant. Voelde ik een pijntje in mijn rechtervoet.
En nou ja, uiteindelijk een blaadje doorgeprikt. Ik denk zelf niet goed doorgeprikt. En toen begon het keihard te regenen. Hebben we echt vanaf Sint-Dolk tot Gaven, tot Beers in de regen gelopen. Nou, kun je schoenen niet uit. En bleek ik nou, een knoep van de bloedbaar. Ja, dat doet pijn, geloof maar. Maar waarom prik je je eigen blaadje door? Ja, waarom niet? Omdat daar mensen voor zijn die ervoor geleerd hebben? Nou, ik ga niet naar de RBO. Doe het vanzelf. Oké. Okay. Ja. En als je pijn hebt, moet je gewoon doorprikken. Ja. En een blaar is niet zo erg. Maar een bloedblaar is wel vervelend. Dat wordt vervelend, ja, dat wordt lastig. Dat doet wel pijn. Dus er was een twijfelaartje voor je? Of je het zou redden, ja of nee? Wat heb je toen gedaan? Wat was de remedie? Nou, uiteindelijk tegen alle adviezen heen doorgeprikt. Want bloedblaar mag je eigenlijk niet doorprikken. Nee. Ja, toch maar gedaan. En maar gaan lopen. En dan maar even wat drinken onderweg. Een beetje pijnstilling nemen en gaan. Okay, maar dan ook afplakken en zo? Ja, en, gewoon doen en dan... Ja. Hoe is dat dan? Daar ben ik dan altijd benieuwd naar. Want dan, nou ja, vrijdagavond zie je iedereen in de stad lopen die meegelopen. Lopen een beetje zo. Vooral laten zien dat ze meegelopen hebben, ook heel belangrijk. Maar dan vanaf maandag moeten heel veel mensen weer gewoon werken. Ja. Maar dat kan toch helemaal niet? Ik heb jaren gehad dat het niet kon. Nee. Nee, dat ik me gewoon de schoenen dat ik die 14 dagen niet aankom. Dat zie je, mensen op slippers. Ja, dat kan. Ja. Dat is toch bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. Ja, afvisie. Er hoort er ook een beetje bij. Kijk, zonder pijn heb je ook geen vierdaagse gelopen. Ik geloof ook niet dat er niemand is die geen pijn heeft onderweg. En dat is ook wel een beetje de uitdaging. Okay. Pijn is fijn. Nee, pijn is niet fijn. Natuurlijk is pijn niet fijn. Nee. Maar zonder pijn vierdaagse lopen, 50 kilometer per dag, ja, dat is een illusie. Maar het is ook wel een beetje de kick van, nou, kan ik mezelf mentaal daar even doorheen klikken. Oké. Dat vind ik ook wel een kick. Ja. Dan ben je Nijmegenaar en Nuilen altijd, dus dan gaan we dat maar even doen. Wat zou er moeten veranderen? Nou, die eerste dag hadden ze de route niet om moeten gooien. Laten we daar eens beginnen. Nee, nee. Want? Omdat wij als 50ers, wij liepen voorheen de eerste... Jullie zijn een aparte groep, hè? Wij als 50ers. Wij zijn een aparte groep, ja. Wij lopen de afstand, de rest snijdt af. Oké. Okay. Nee, ik snap. Even voor alle duidelijkheid. Prima. Wij lopen de afstand, de rest snijdt af. Oké, okay. Heel goed. Wij lopen dus de eerste 25 kilometer liepen we voorheen tot aan Elst alleen. En dan kwam de rest erbij. Nu lopen we de eerste 25 kilometer alleen en maken we dan nog onze lus. Dus we lopen 50 kilometer alleen. En dat vind ik wel jammer. Ik vind het wel leuk om met de 40 met de dames te lopen. Snap ik. Maar begrijp je de beslissing van de organisatie? Ja, ik snap hem heel goed. Omdat het hier, Nou ja, ik heb er toen het afgelast werd, heb ik daar gelopen toen de mensen echt met borstjes neervielen. En toen heb ik eigenlijk al meteen gezegd van ja, dit is gewoon niet verstandig. Er kan geen als er echt iets gebeurt op die dijk, kan er geen ambulance in de buurt komen. Nee. Daar is het gewoon te druk voor. En dat is levensgevaarlijk. En dat kun je je niet veroorloven. Dus ik snap de beslissing heel goed. Ja. Okay. Dus gaan 50ers niet zeuren? En 50ers gaan gewoon lopen. We gaan gewoon lopen, toch? Ja, hebben we geen keuze. Dus dat is wat betreft wat er veranderen zou moeten aan de Vierdaagse. Wat zou er moeten veranderen aan Nijmegen tijdens die week? Zouden ze de feesten een dag langer moeten? Ik zeg altijd, waarom doen we op zaterdag niet nog gewoon een dag? Weet ik niet. Ja, ik zou het op zich wel leuk vinden, dan kan ik ook een dag meemaken. Ja. Twee dagen dan, vrijdag en zaterdag. Maar ja. Vrijdag is het gewoon afgelopen, hè? Vrijdag is de Vierdaagse. Gladiola is gewoon... Is gewoon je zou toch gewoon voor die 40.000 wandelaars... zou je gewoon de zaterdag nog een hele leuke soort van afterparty kunnen hebben? Ja, waarom niet? Ik zie eigenlijk geen reden waarom niet. Ja, heel veel gaan er naar huis, hè? Heel veel wandelaars die komen ook alleen maar om heel te veel wandelen. Mensen nog op zo'n Vierdaagse camping tot en met maandag... waar dan gewoon helemaal niks meer te doen is en wat saai is. Nou, volgens mij niet. Ik heb vrienden die op de camping staan. Die gaan weer terug. Nou, die zou best willen blijven, maar de camping is vrijdagmiddag leeg. Oh, dat is het. Oké. Dus dan moet het ook weer veranderd worden. Je hebt ook mensen die gewoon echt alleen maar voor het lopen komen. Ja, maar heel weinig, toch? Ja, heel weinig, ja. Oké. Hey, je gaat hem uitlopen, hè? Ja, dat is altijd een planning, ja. Toch? Ja. Oké. Zullen we dan afspreken dan als je voor de 70ste keer loopt? Dat we dan onderaan de Stevenstoren elkaar nog even treffen? Zullen we dat afspreken? Ja. Voor de 70ste keer? Ja, is goed. Laten we dat maar doen. Ik heb een cadeautje voor je. Kijk, wauw. Goed zo. Gaaf. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zeg, doe hem aan vrijdag. Ja, dat zal ik doen. Lijkt me leuk. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Graag gedaan, joh.